Het Kerstcircus Nijmegen heeft dit jaar voor het eerst zijn tenten opgebouwd op het Jonker Bosplein. In de voorbije jaren was de Goffertweide nog de plek voor het jaarlijkse circusvermaak. Het circus verzorgt naar eigen zeggen een gloednieuwe circusvoorstelling met veel dieren. Voorstellingen zijn te zien van 23 december tot en met 3 januari. Wij zijn voor de 7e editie hier in Nijmegen. En deze editie is heel bijzonder omdat ons dit jaar gelukt is het Wheel of Death in te huren. Een super spectaculaire circus act die heel zelden nu wordt. Omdat het een heel gevaarlijke act is. En wij zijn hartstikke trots om deze gewoon dit jaar bij ons te mogen presenteren. Natuurlijk zijn onze Dilello clowns van volgend jaar alweer. Die zorgen weer voor de grapjes en voor de instrumentale muziek. We hebben natuurlijk ook nog andere hoge luchtenartiesten. En natuurlijk zijn de dieren weer erbij te zien. Wij hebben bijvoorbeeld de paarden, de kamelen. En wij hebben natuurlijk ook nog iets leuks aan dier. We hebben een supergrote alligator van 2,80 meter. Onze mevrouw Meijer is een super lieve alligator en het is verbazend hoe lief zo'n dier kan zijn die gewoon meeloopt in de piste en het publiek gewoon fascineert, want waar kan je nog zo'n grote beest zien? Ik weet niet of u zo even maar bij een alligator kunt komen en hem aaien en knuffelen, want dit is natuurlijk wel bijzonder. Deze editie is heel spannend omdat we natuurlijk ook dit jaar op de nieuwe locatie staan, het Jonker Bosplein. Het Jonker Bosplein is gewoon een betere zichtlocatie. Iedereen die langs de Nieuwe Bossenweg gaat rijden kan een superleuke kerstverlichting zien. Dit is gewoon van begin aan de plan geweest om een traditionele terugkomend evenement hier te maken. Wij hebben de Vierdaagse en wij hebben elk jaar het Kerstcircus Nijmegen. Mooi om feesten, om de kerstsfeer te vieren. We zijn de 12 showdagen, elke dag 2 voorstellingen, uitgezonden natuurlijk van onze premièreavond. Daar is alleen de voorstelling 's avonds om 7 uur.